Dat klonk alsof er een nieuwe e-mail binnenkwam. Klik op de computer om de mail te lezen. Iemand heeft je hulp nodig. Beste mensen van het dierenpension. Mijn schildpad was lekker aan het zonnen in de achtertuin. Nadat ik 10 minuten binnen was geweest, stond het hek open en was mijn schildpad weg. Wel lag er een hoopje pindadoppen in de tuin. Is dat niet vreemd? Ook leidt er een spoor van pindadoppen naar de Ritselbosboerderij. Kunnen jullie mijn schildpad terugvinden? Dank je, Eva Stieringa. Als je denkt dat we deze reddingsoperatie moeten gaan uitvoeren, klik dan op de scooterknop. Je kunt de missie ook niet aannemen en kiezen voor een andere reddingsoperatie. Klik daarvoor op Volgende. De schildpad heeft onze hulp nodig. Misschien zit ze wel ergens opgesloten. Je hebt haar gevonden. Ze zit vast in de put. Schildpadden zijn gek op water, maar het lukt haar nooit om er zelf weer uit te komen. We moeten haar helpen. Goed idee. We kunnen haar hiermee omhoog hijsen. Daar gaan we. Het is ons gelukt. Deze schildpad vindt water zo lekker dat we haar maar gauw naar een vijver brengen waar al een aantal andere schildpadden leven. Ze zal er vast gelukkig zijn. Kom, laten we haar terugbrengen naar het dierenpension en haar daar even grondig onderzoeken. Ze mankeert helemaal niets. Wat een gezonde meid. We kunnen met de computer een dossier voor haar maken en ook een logo ontwerpen. Hier kun je zo'n nieuwe kaart voor de dieren maken. Is het niet leuk om coole namen en labels voor onze nieuwe vriendjes te verzinnen? Naar het kantoor. Dat was een pittige reddingsoperatie. Maar je hebt de schildpad gered. Je krijgt voor deze waanzinnige prestatie een dierenvriendin-diploma. We zijn onwijs trots op je. De telefoon gaat. Stacy, kun jij hem even opnemen? Oké, Barbie. Barbie, we hebben net een noodoproep ontvangen. Wat is er, Stacy? Mariet Witteman is haar aga kwijt en ze is erg ongerust. Weet je nog de laatste keer dat ze wegvloog? Ze was toen in de speeltuin. We moeten daar dus maar eerst eens gaan kijken. Wil je met deze reddingsoperatie meegaan? Zo ja, klik dan snel op de scooterknop boven de deur. Dan gaan we meteen op pad. Deze speeltuin is de perfecte plek om te komen. Maar het is niet echt veilig voor een papegaai die gewend is om in een kooi te leven. We moeten laten zien dat we goede detectives zijn en haar snel opsporen.
Is ze niet lief? Ze hupt achter die kleine eendjes aan. Wat een grappige papegaai. Ze vindt het spelletje zo leuk dat ze ons niet... Ze vindt die eendjes veel interessanter dan ons. Kijk, nu zijn we een stuk verder. Misschien kunnen we deze wip gebruiken om de papegaai bij de eendjes vandaan te krijgen. Wauw, ze gaat op mijn hand zitten. Hallo, lieve vogel. Nadat we haar hebben onderzocht in het dierenpension, kunnen we haar naar haar baasje terugbrengen. Wat zullen ze blij zijn om elkaar weer te zien. Bedankt voor je hulp. Ze mankeert helemaal niets. Wat een gezonde meid. We kunnen met de computer een dossier voor haar maken en ook een logo ontwerpen. Hier kun je zo'n nieuwe kaart voor de dieren maken. Is het niet leuk om coole namen en labels voor onze nieuwe vriendjes te verzinnen? Naar het kantoor. Gefeliciteerd met het dierenvriendin-diploma voor jouw allereerste papegaaienreddingsoperatie. Wat zouden we zonder jou moeten doen? Barbie, toen jij weg was, heeft de eigenaar van een van de vermiste dieren haar opgehaald. Ze heeft een heel leuk bedankbriefje voor je geschreven. Je vindt het in de computer bij het dossier van het dier. Dat is prachtig, Stacy. Ik ben dol op een goede afloop. De telefoon gaat. Stacy, kun jij hem even opnemen? Oké, Barbie. Barbie, we hebben net een noodoproep ontvangen. Wat is er, Stacy? Barbie, er is een verdwaald poesje in de speeltuin gesignaleerd. Ze is erg bang en laat niemand bij haar in de buurt komen. Wil je met deze reddingsoperatie meegaan? Zo ja, klik dan snel op de scooterknop boven de deur. Dan gaan we meteen op pad. Poesjes zijn klein en kwetsbaar en ze worden snel bang. We moeten haar daarom vlug vinden en haar vertrouwen zien te winnen. In hier is een aanplakbiljet voor de kermis. Wedden dat die lolly, de pinda's, de ballon en de hoed die we hebben gevonden iets te maken hebben met onze vermiste dieren? We gaan dit zaakje tot op de bodem uitzoeken. Die zit hoog. Ze is vast te bang om naar beneden te komen. Zie jij hier iets waarmee je het poesje naar beneden kunt lokken? Ze vindt die vlinders leuk. Het werkt. Dat is een goed idee.
merken dat ze blij is dat we haar naar beneden hebben gehaald. We vormen echt een superteam. Ze mankeert helemaal niets. Wat een gezonde meid. We kunnen met de computer een dossier voor haar maken en ook een logo ontwerpen. Hier kun je zo'n nieuwe kaart voor de dieren maken. Is het niet leuk om coole namen en labels voor onze nieuwe vriendjes te verzinnen? Naar het kantoor. Dankzij jou is het poesje veilig. Voor deze fantastische prestatie krijg je een dierenvriendin-diploma. Goed gedaan!